Eindelijk was het zover. De Tour de France kwam door Zeeland. Zondag werd de etappe gereden van Rotterdam naar Brussel. Het peloton kwam dwars door Goes. Mede door het mooie weer was er veel volk op de been. Ja, wij zitten hier vanaf vanmorgen rond 9:30 zijn we dan een beetje de stoelen neer gaan zetten. Parasol natuurlijk uitgezet. Wat koffie en thee bij ons. En ja, zo zitten hier eigenlijk hele morgen al. Ja, mijn schoonouders die wonen hierachter. We hebben gewoon een kabel vanuit het raam gehaald. Hier gewoon neergezet en wij kunnen gewoon ook live de beelden volgen. Om speciaal hiervoor te gaan kijken zijn we helemaal uit Utrecht gekomen. We zaten vanmorgen om 8:00 in de auto. Dus 6:00 op, 8:00 hierheen en bij vrienden zijn we op gaan halen. Ze waren hier om 11:00. Dit is de sfeer. Alles eromheen, gewoon de gezelligheid, de mensen, ja, veel leuker. Kijk, je kan ook hier op de markt op dat grote scherm gaan kijken, dat is ook nog een optie. Maar hier heb je het gevoel van, hé, we horen er echt bij. Dus, en zeker de reclamecaravan, dat is een van de leukste dingen dan. Nou, ik vond het interessant. Als je er nooit mee hebt gemaakt, dan is dat leuk om te zien. Ja. Nou, ik zat hier vanaf 11:00 af, dus dat was al lang genoeg eigenlijk. Maar het is goed weer en je kijkt meer naar de mensen en wat er omheen gebeurt. Ik vond het interessant, echt een reclamecaravan. Dat vond ik echt leuk om te zien. Want die zie je eigenlijk nooit op tv, hè? Dus dat was leuk om te zien. Ja. Uitgerekend de enige gewonde viel vandaag door een stuurfout van een auto uit die caravaan. Dat was op de Oude Rijksweg bij Rilland. Voor de rest is de Zeeuwse Toerdag volgens de politie goed verlopen.